Absoluut. Over de oranjes is zeker genoeg te vertellen. Als je een equivalent van de crown wil hebben in Nederlandse context, ik zou kiezen voor Willem II. Willem II, dat is werkelijk een grote avontuur. Hè. Dat is een man die hij koning was. Een man van grote emoties, van romantische gevoelens. Hè, die in de pauze op het slagveld in Spanje aan zijn moeder schrijft: oh mama, wat droom ik ervan om weer naast je te zitten op de canapé tussen de bloemen. Het is een man die huilt boven zijn brieven. Ja, wat wil je nog meer? Een man die van vrouwen houdt, maar die ook van mannen houdt. En dat in die tijd. Zijn vader, Willem I, moest voortdurend afkoopsommen betalen aan allerlei lui die hier weet van hadden. En die dit dreigde openbaar te maken. Nou, daar zit werkelijk een groot drama in Willem II.